Ja, Ron, het wordt ook steeds kouder, dus we houden het kort, Cedric. Wat een wedstrijd. Je had wel 3-4 goals kunnen maken. Ja, klopt. Eerst 20 minuten, geloof ik, krijgen we 3 goede kansen, waarvan 1 minimaal 3 moest. En dan 40 minuten komen ze voor. Dan zie je dat we de griep op de wedstrijd gewoon verliezen. Ja, wat is dat? Geloven jullie dan niet meer in? Zijn jullie dan even van de wijs geraakt door die tegengoal? Want begin tweede helft, ja, is ook niet sterk. Ja, dat klopt. We worden zo graag en dan gingen we forceren. Waardoor de ruimte groter werden. En ze konden gewoon makkelijk doorheen voetballen. En na die 2-0 werd het, zag het helemaal uit elkaar. En daarna probeerden we nog wat te doen, maar helaas lukte niet. Jij gaat weg hier, hè? Je gaat naar Spakenburg. Vertel eens, waarom heb je die beslissing genomen? Ja, dat was geen makkelijke beslissing. Want ik heb hier prima naar me zien. En Spakenburg heeft laten blijken dat ze me graag wilden hebben. En dat heeft de knop, zo heb ik de knop gewoon doorgehakt. Ja. Nou, veel succes daar. Dankjewel.